veelbelovend. We hebben naar alle sollicitaties gekeken, maar deze die sprong er echt uit. Dank u wel. Uitgebreide werkervaring, een heel mooi cv. Wanneer zou u kunnen beginnen? Per direct. Per direct? Ja. Dat lijkt me gezien uw situatie nog wel wat voorbarig. Welke situatie? Ik neem aan dat u na de bevalling nog wel een tijdje thuis wil zijn. Bevalling? U bent toch bijna uitgerekend? Nee, ik ben niet zwanger. U zit hier met een hoogzwangere buik voor mij. U bent minstens in de 8e, 9e maand. Ik ben helemaal niet zwanger. Dat is wat u ervan maakt. Oh, maar het hoeft geen enkel probleem te zijn. We hebben hier meerdere vrouwen werken die kinderen Sorry, hebben. Sorry hoor, ik vind het zeer impertinent. Ik ben misschien een beetje gezet, ja. Ik heb de laatste tijd wat veel gegeten, maar u heeft niet het recht om daarover te beginnen, hoor. U bent bekend met programma's waarmee wij werken? Ja, ik ben bekend met 4 verschillende programma's waarvan... Office! Mijn voorkeur heeft. Gaat het? Ja. Beetje benauwd. Het is toch wat spannend, hè, zo'n sollicitatiegesprek. Ja. Nou, ik zie dat u een uitstekende kennis heeft van de Engelse taal. Mm-hmm. U bent ook heel goed in het uitwerken van concepten. Hij heeft ervaring in juridische zaken. Ja, ja, ik heb echt heel veel ervaring, ja. Overzichten, jaarplanningen, creëren en onderhouden van boekhoudkundige overzichten. Ja, ik heb Mevrouw, moet ik een dokter bellen? Dat is helemaal niet nodig. Geen dokter, nee. Waar waren wij gebleven? Ik heb heel veel ervaring op archiefbeheer. Vijfdaagse werkweek. Ja hoor, geen enkel probleem.